Coco Hoekstra, Coco Hoekstra, het is een goal! Dit is Coco Radio, de voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant. Maandagochtend 15 november 2021. Dit is de wekelijkse terugblik op het Eredivisie weekend. Alweer, ja, er viel helemaal niks in de Eredivisie, maar er viel voldoende te klagen. Jemig, dat Nederlands elftal. Gaan we het halen, Sander? Gaan we het WK halen? Sander de Vries, Heerenveenwatcher van de Leeuwarden Courant. Ik denk het wel, toch? Ja? In Noorenmorgen. Zonder Haaland. Ja. Aan de andere kant, ja, als je het afgelopen zaterdag dan hoorde en zag wat er allemaal was gebeurd, biedt het ook weinig perspectief. Zo vermoeid als wij moesten doen om twee doelpunten te maken, die hadden zij helemaal niet. Binnen 10 minuten maakten ze 2-2. Johan Stobbe, Cambuurwatje van de Leeuwarden Courant. Gaan we het halen, het WK? Ja, ik denk het wel, maar... Wacht even, jouw microfoon. Ja, ik denk het wel. Maar ja, je zal deze wedstrijd verliezen en die Turken die winnen ook. Dan heb je niet eens play-offs. Nee. Wat maak je het jezelf moeilijk? Ja. Maar ben jij normaal gesproken somber van karakter? Nee, dat niet. Maar ik heb wel echt de televisie meteen uitgedrukt en ik was er helemaal klaar mee. Ja. Wat een ergernis. Ja, nee, het was wat. Het was verschrikkelijk. Maar goed, laten we het hebben over de Eredivisie. Want door alle coronamaatregelen, dat is de tweede klacht die ik heb. De overheid die geeft het voetbal weer de schuld, de horeca weer de schuld. Er is van alles aan de hand. De coronarestricties zijn opnieuw ingegaan. We mogen de komende weken, wordt er weer gevoetbald zonder publiek. We hebben toevallig aan de lijn Art de Graaf. Art, goedemorgen. De algemeen directeur van Cambuur. Goedemorgen. Hey Art. Ik las gisteren dat er wordt overwogen om de winterstop mogelijk op te heffen. Dat de Eredivisie doorgaat in de winterstop, zodat er in elk geval waarschijnlijk met publiek gevoetbald kan worden. Hoe staat Cambuur daarin? Ja, nou, een kleine nuance. De winterstop wordt niet opgeheven, maar zou wat ingekort worden. Mm-hmm. Eigenlijk is het voorstel van, joh, het zou om twee wedstrijden gaan. Als je naar Cambuur kijkt, Cambuur Utrecht en NEC Cambuur. Die twee wedstrijden, en iedereen heeft zo twee wedstrijdenperiodes, sommigen zijn nog drie, want er zit nog een inhaal in, bijvoorbeeld Feyenoord Heracles. Schuif nou die wedstrijden door naar januari. En er zit wat ruimte in het programma rondom 7, 8 januari, het weekend na Oud en Nieuw. Ja. En de midweeksprogramma daarna, daar zou je die twee wedstrijden kunnen gaan inhalen. En dan heb je dus wel een winterstop met Kerst en Oud en Nieuw, maar ga je gewoon een week eerder weer beginnen. Ja. Hadden jullie eigenlijk plannen voor in de winterstop? Zou je naar Spanje of Portugal of... Nee, wij zouden in Nederland blijven. Okay. Dat doen we sowieso. Dus het zou wat dat betreft kunnen passen. Want ja, we vinden het gewoon uiteraard van cruciaal belang dat wij kunnen spelen voor onze supporters en onze sponsoren. Daar doe je het voor. En als we dat dan kunnen realiseren door twee wedstrijden uit te stellen, ja, dan moet je dat niet onderzoeken. Ja. Gaat het dan om twee wedstrijden, Art? Want NEC is sowieso toch zonder publiek. Die kun je dan toch gewoon nog spelen? Ja, dat klopt. Ik weet niet wat NEC daarin voorkeur aangeeft. Ik scheer nu alles even over één kam, omdat wij toevallig NEC uit hebben. Maar dat zou inderdaad een uitzondering kunnen zijn. Maar ik kan me voorstellen als je zegt, ja, we gaan een programma doorschuiven, dat je al het hele programma doorschuift. En niet één wedstrijd daar tussendoor al wel speelt. Maar op dat detailniveau is er nog niet over gesproken. En verwacht je dan dat er zondag wordt gevoetbald in Leeuwarden? Dat durf ik echt niet te zeggen. Zie, daar zal het weekend hebben alle clubs hun voorkeur aangegeven. Daar zal vandaag verder over gesproken worden, met name tussen de KNVB en de overheid. Want je hebt natuurlijk ook nog de discussie. Ja, ik bedoel, het is vrij naïef om te denken dat dit na drie weken allemaal opgeheven wordt. Ja. Deze maatregelen. Enige opening is dat het leegmaken van de stadions, wat gezegd, dat geen OMT-advies geweest is, maar dat dat een bedenksel is vanuit het kabinet zelf. En daarmee zou je ook een opening kunnen vinden. Oké, we gaan het nu een drietal weken doen. Maar daarna moeten in ieder geval weer toeschouwers bij supporters bij het voetballen kunnen kijken. Dat daar een afspraak gemaakt gaat worden. Ergens zal daar vandaag tussen KNVB en overheid gesprekken plaats gaan vinden. Waardoor je ook goede keuzes kan maken. En dus zal het ook uiterlijk morgen bekend moeten zijn of er zondag wel of niet gevoetbald wordt. Ja. Hebben jullie nog als argument al die resultaten van die proeven die jullie hebben gedaan tijdens de vorige lockdown? Ja, maar dat is ook het frustrerende. Er is niet één brandhaard aan een voetbalwedstrijd te relateren. Dat bedoel ik. En het voetbal steekt zijn kop niet in het zand en zegt niet, joh, er is niks aan de hand. Er is heel veel aan de hand. En als wij als voetbal daar onze bijdrage nog een keer of anders aan kunnen leveren, dan wil ook iedereen dat. Er is bijvoorbeeld geopperd
om bij de horeca aan te sluiten en dan tot uiterlijk een uur of zes te voetballen, dat iedereen op tijd thuis is. Je zou zelfs je had zelfs teruggekund naar 2/3, niet nodig, maar zou kunnen. Je kan zeggen, joh, je gaat met alcoholverkoop wel of niet wat doen. Je kan allerlei dingen bedenken om het nog veiliger te maken dan dat het al is. Het is niet nodig, maar dat zou bespreekbaar kunnen zijn. Alleen daar is totaal aan voorbij gegaan. Er is gewoon een streep doorgezet. Je bedoelt ouderwets de Eredivisie zondagmiddag om 2:30? Ja, ik kan om 12 uur spelen, om 2 uur spelen, om 4 uur spelen. En dan ben je om 6 uur klaar. Dan kan iedereen tijd thuis zijn. Als dat dan als corona dan alleen maar 's avonds actief is, dan ben je allemaal thuis. Nou dan maar. Hè. Nee, maar dat is cynisch. Maar ik bedoel, ja, er is niet naar gekeken. Er is gewoon een streep doorgegaan. En dat frustreert het voetbal. Zo makkelijk, enorm, hè? Zeker. Ja. Het is zo makkelijk om de horeca en de sport weer de schuld te geven. Dat gevoel had ik ook, hoor, dit weekend. Ja, precies. Ja. En we hadden natuurlijk wel echt wordt het voetbal ook even geparkeerd door de onrust in de afgelopen maanden in en rond de stadions. Is dat dan de achterliggende gedachte? Ja, dat blijft natuurlijk wel een beetje bezighouden, dat wel meegespeeld heeft. Ja. Oké, Art. Nou, sterkte met de komende dagen, de komende uren misschien wel. Want je zal druk zijn in allerlei overleggen. Die gaan via Teams, neem ik aan. Die gaan veel via Teams en dat is mooi. We zijn heel snel met z'n allen bij elkaar. En ik moet zeggen, ik heb in de afgelopen jaren wat van die bijeenkomstjes meegemaakt. Met heel veel meningen en heel veel uiteenlopende meningen. Maar afgelopen vrijdag was het van KNVB tot iedere eigenlijk wel dezelfde mening toegedaan. Er was heel veel boosheid en frustratie en we willen daarin maximaal samen optrekken. Dus we gaan kijken wat er vandaag en morgen aan komt. Veel wijsheid toegewenst. Dankjewel. Dankjewel. Oké, mannen, succes. Hoi. Hoe staat Heerenveen erin, Sander de Vries? Ja, die willen het ook opschorten. Ja. En dat lijkt me ook logisch. Wat dat betreft, Heerenveen die komt er natuurlijk ook slecht vanaf. Ja. Want die missen de thuiswedstrijden tegen Willem II komende zondag. En PSV die zondag daarop. Nou ja, ik had afgelopen vrijdag ook gebeld met Kees Rosemond. En dan hoor je ook dat het wel echt om serieus geld gaat. Hij schat in dat het per wedstrijd zo'n 1,5 ton tegen PSV kost. Ja. Die schade die loopt voor Heerenveen in de tonnen. Ja, dat is bij Cambuur hetzelfde. Hè? We hebben nu net niet de Art ernaar gevraagd, maar van de week wel. Hij heeft het over 1,5 tot 2 ton aan omzetverlies. Ja. Hè? Geen inkomsten uit de horeca. Dat is natuurlijk. Eén thuiswedstrijd is ongeveer 1,5 ton. 1,5 tot 2 ton. Ja. Dus je verkoopt geen broodjes kroket, je verkoopt geen biertje, je verkoopt geen losse kaarten. Nou, dat is ook nog een aanzienlijke. Het viel me wel op dat bij Heerenveen dat bedrag eigenlijk nog lager was dan bij Cambuur. Ja. In de krant. Hè? Want Heerenveen speelt dan tegen PSV. Ja. Ja, wat kost een biertje bij Heerenveen? misschien zit het daarin. Nou, het heeft ermee te maken volgens mij dat Heerenveen ook de horeca heeft afgestoten. Zeg maar. Ja. Een particuliere bedrijf is dat geworden. Ja, Cambuur heeft de horeca zelf. Hè? Alle inkomsten, dat is de eigen horeca. Dus dat is, daarom kwam bijvoorbeeld ook Feyenoord veel slechter uit die coronacrisis dan menig andere club. Omdat zij ook die horeca zelf hebben en er schijnt aardig wat gedronken te worden. Dat geloof ik wel, ja. Maar het was net, ik had het daar vrijdag ook met Art over. Hij wilde daar niet aan. Maar ik zei, is het misschien zo dat het voetbal inderdaad gestraft wordt voor wat er de afgelopen maanden aan agressie, aan bier gooien, aan relletjes. Misschien hebben ze bij de overheid wel gezegd, we zetten het even on hold. En hij zei daar eerst over van, dat kan me bijna niet voorstellen. Maar hij heeft het dus toch even in zijn hoofd laten gaan van, misschien worden we wel gestraft. Ah, ik vind het helemaal geen slechte suggestie, want betaald voetbal staat er momenteel ontzettend slecht op. Ja, dat klopt. Toch? Ja, die staan er niet goed op, nee. Nee. Maar om dan de hele tak zo te straffen, dat is wel. Het is wel raar natuurlijk, want als je dan morgen die kwalificatiewedstrijd ziet tegen Noorwegen, overal in de samenvattingen zie je volle stadions voorbij komen. Ja. En in Nederland is de arena wordt het volgens mij gespeeld, toch, die wedstrijd? Nee, in de Kuip. Of in de Kuip. In de Kuip. Die is helemaal leeg. Ja. Dat kan toch niet helemaal de bedoeling zijn, lijkt mij. Dus als we even verder somberen, zoals we aan het begin van deze podcast hadden. Als we worden uitgeschakeld, is dat misschien ook wel de schuld van Rutte en Hugo de Jong? Nou ja, je weet niet. Je kan ook zeggen dat de Nooren met 50.000 man die tegen hun zijn juist veel beter gaan spelen. Dus dat geloof ik niet. En ze zijn het ook wel gewend zonder publiek. Alleen het is zo rigoureus. Ja. Wij zijn natuurlijk, Sander en ik zijn de afgelopen tijd heel vaak in stadions geweest. Nou,
En ik kom ook wel eens in de horeca en zo, maar of in sportkantines of waar dan ook. Maar er wordt nergens zo goed gecontroleerd dan bij het voetbal, hoor. Je komt daar echt niet binnen zonder geldig en bewijs. Toch voelt het soms ook wel een beetje gek, toch? Ik was bijvoorbeeld 2 weken geleden bij Dortmund Ajax. En dan sta je met 6000 man sta je eerst voor een poort te wachten. Hè? Hutje mutje op elkaar, mondkapjes op. Daarna moet je de QR-code moet je scannen, toegangsbewijs scannen. Je wordt gefouilleerd. En dan gaan de mondkapjes af. En dan staat iedereen vervolgens vrolijk in de rij. Halve liters bier te pakken. Braadworsten die gaan van hand tot hand. En er wordt gedaan alsof er niks meer aan de hand is. Ja, maar goed. Dan ben je gecontroleerd op het feit of je gezond bent, ja of nee. Ja, dat klopt. Maar we weten toch ook dat je ook corona kan hebben terwijl je gevaccineerd bent. Ja. Dus in die zin, het voelt dan toch wel enigszins surrealistisch dat je aan de andere kant van het hek super streng de mondkapjes op moet en vervolgens je bent er doorheen en alles mag weer. Ja, dat ben ik met je eens. Maar als je het dan even doortrekt naar het amateurvoetbal, dat is toch ook van de zotte. Die staat, je mag niet meer bij een jeugdwedstrijd kijken waar je met 25 ouders langs een voetbalveld staat van 100 bij 60 meter. In de open lucht, hè? In de open lucht. Ja, het is niet in de sporthal, maar gewoon echt gewoon op een grasveld. En je staat daar echt niet hutje mutje. Nee. Dus het is... Dat valt echt niet uit te leggen. Nee. Dat valt echt op geen enkele manier uit te leggen. En ook Renze die had dan een verhaal gemaakt vorige week volgens mij ook met die voorzitter van Drachtse Boys. Ja. Ja. Die had, vond ik echt goede teksten als het gaat om dat je niet van jeugdtrainers kunt verwachten dat zij ook een soort crash zijn voor de jongetjes van 6 jaar die over de bruggetjes bij de velden moeten lopen. Hij zei van je moet er niet aan denken dat hier een kind verdwijnt of zoek raakt of in die sloot valt. Dat kun je niet van die jeugdtrainers vragen of ze dat allemaal doen. Dat is echt. En je hoorde net Art de Graaf zeggen. Het was een beetje cynisch natuurlijk. Van wat is het verschil om 2:30 met publiek te voetballen dan om 7:30 met publiek te voetballen? Ja, maar dat is de kroegen dicht om 8:00 ook zo. Na 8:00 dan gaat het coronavirus rond. Ja, daarvan zou je nog wel kunnen zeggen, als je dat doortrekt naar bijvoorbeeld de risicoduels. Cambuur-Heerenveen op 19 december is bijvoorbeeld ook om 11:45. Nou, dat is ook niet voor niets, want daarmee voorkomen ze ook dat mensen urenlang bij elkaar zitten om te gaan indrinken en naar die wedstrijd op die manier te gaan toeleven. Dus dat zou je daar nog tegenover kunnen zeggen. Je moet er toch niet aan denken dat die wedstrijd in een leeg stadion wordt gespeeld. Ik wil het net zeggen ik had er nog niet eens aan gedacht. Maar dat mag, want ze hebben nu de maatregelen gelden tot 3 december, geloof ik. 4? Nee, 3. Ja, of tot 4 december. Ja. Dus in principe zou volgens mij dan Cambuur tegen Vitesse, meen ik. Ja, eventueel weer met publiek gespeeld. Ja, dat is dan inderdaad. Dan zouden zij goed wegkomen. Ja, maar wat Art de Graaf net ook al zei, van we moeten ook niet naïef zijn. Nee. Ze verwachten echt niet dat er... Op 3 december... Nee, dat het dan ineens weer mag, hoor. Dat alles weer mag. Ik ben zelf ook bang dat sowieso dit jaar geen publiek meer in het stadion zien. Nee, maar je kunt het toch uittekenen. Dat is toch de voorgaande keren ook elke keer zo gegaan. Ja. Van, we zien een dalende lijn in het aantal besmettingen. Dat betekent dat de maatregelen werken, maar nog niet hard genoeg. Dus we gaan het weer verlengen voor een periode van x aantal weken. Ja. Dat is wel een reëel scenario, denk ik. Nou, ik... Die wedstrijd, die dan moeten ze hem uitstellen. Hè? Ja, toch? Kan beheren, Johan, ben ik met je eens. Ja, maar dat hebben ze vorig jaar ook niet gedaan bij de Twente Heracles van deze wereld. Nee. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Nee. Maar, hoe krijg je een wedstrijd afgelast eigenlijk? Veel coronabesmettingen. Zeggen dat je heel veel corona hebt, toch? Water onder het kunstveld pompen. Ja, zoiets. Je moet er echt niet aan denken. Nee. We hebben hem al in het klein gehad, hè? Cambuur-Heerenveen afgelopen weekend. Vertel. Letland-Noorwegen. Letland-Noorwegen. Wat was er aan de hand? Twee letters met een Cambuur, Cambuur verleden. En in ieder geval twee Nooren met een Heerenveen verleden, dacht ik. Eudegaard en Tosby. Ja, die zeker. Maar Johan, jij hebt voetbal zo gemist dat je naar Letland tegen Noorwegen hebt zitten kijken. Ik heb de slotfase gezien. 8 minuten blessure. Nee. En ik ook, heb natuurlijk even gekeken hoe onze vriend Uldriki ze deed. Ja. Maar, ik had hem ook aanstaan. Ik moest een beetje juichen. Toen 0-0, ik denk, nou zijn we er. Ja. Dus, niet dus. En ik keek gisteravond nog even naar Studio Voetbal. En inderdaad, laten we nou niet denken dat die Nooren wonderploeg hebben. Dat die Nederland zomaar even oprollen. Want die Nooren, die bakten er net zo weinig van als wij, hoor. Eigenlijk, goed beschouwd, is er niks veranderd ten opzichte van vorige week, toch? Nee. Nou, maar je gaat er vanuit dat Nederland wint en je gaat er vanuit dat Noorwegen wint. Het wordt nu een mental game. Hoe herstelt Nederland van zo'n enorme deceptie als afgelopen zaterdag? Ja, ik denk dat wel... Er zitten genoeg jongens in die wel wat ervaring hebben, toch? Want Van Dijk, die was ook woest. Hè? Die was woedend. Ja.
Dus daar gaat wel wat gebeuren. Die worden wel op scherp gezet. Nee, mag ik hopen. Gaan jullie morgenavond kijken eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n liefhebber van interlandvoetbal. Nee? Nee, ik zie het echt als een hinderlijke onderbreking van de Eredivisie. Ik vind Eredivisie echt top. Oh nee. Ik het niet. Ik moet echt het Nederlands elftal zien. Eindtoernooien vind ik mooi. En op het moment als ze voor de Nations League of een kwalificatiewedstrijd tegen Portugal of Duitsland of zo spelen. Tuurlijk kijk je dan maar Montenegro, Nederland. Wat heb jij het weekend gedaan dan, Sander? Speedklimmen. Ik heb zelf gevoetbald. Ik ben naar het speedklimmen geweest. Speedklimmen? Wat is speedklimmen? Dan moet je heel snel naar boven klimmen. Oh. Ja. Gaat snel. Kun je dat goed? Ikke? Ja. Ik heb niet meegedaan. Maar als ik had meegedaan bij de vrouwen was ik zesde van Nederland geworden. Want er waren maar 5 deelnemsters. Dus dan was het Sandra de Vries geweest. Ja. Ik ben wel een interland liefhebber hoor. Ja? Ja, zeker. En in Huizen Stobbe staat er ook wat op het spel. Want sinds het EK wordt onze pool, de pot, alleen maar groter. Oh. Dus er zit nu €25 in. Oh, dat is best veel. En dat is... Dat is voor de jeugd... Ik zou het zeggen, dat is voor je kinderen veel geld. Voor jou is dat gewoon zak geld. Als ik hem win, dan gooi ik het weer terug in de pot. Ja? Ja, maar nu is het €25. €25. Oh. Laten we eens even kijken wat... Als alles officieel doorgaat dit weekend... Dus laten we eens een sportieve voorbeschouwing loslaten op komend weekend. Cambuur meldt zich in Utrecht. Utrecht meldt zich in... Onze grote vriend keert terug, hè? René Haken. René Haken? Ja, ja. Dus die zal nog wel even willen scoren. Mijn eerste associatie bij René Haken is, lacht die man wel eens? Dan moet ik heel diep graven. Kan ik me niet herinneren dat jij jaren geleden een interviewafspraak met hem had in het centrum van Leeuwarden, of tenminste een foto laten maken? Was jij dat niet? Nee, ik was het niet. Maar die man, we kregen hem niet lachend op de foto op een of andere manier. Ik weet dat die foto in het centrum van de stad is gemaakt, maar ik kreeg het materiaal kreeg ik s'avonds op mijn bureau. Ik denk, wanneer heb jij nou eens lol in je leven? Collega Gerard Pos die feliciteerde hem toen in Utrecht bij Jong Utrecht Cambuur. Had Jong Utrecht een punt tegen de koploper. Ja. Dus hij zei, gefeliciteerd René. En Haken werd woedend. Hoezo gefeliciteerd? En die ging... collega Bos die... Sorry. Ja, ik denk puntje tegen de koploper. Maar... het was... Het was niet echt een klik, hè? Haken en Cambuur was niet echt een klik. En Haken en ik ook niet echt. Maar dat maakt ook niet uit. Dat hoeft ook niet. Maar ik heb altijd wel het idee dat de trainer toch wel voor een groot deel het sfeerbeeld bepaalt. Ja, misschien wel de sfeer bepaalt. Henk Jong zegt dat altijd goed. Hè? Die zegt een trainer is de barometer van de club. Ja. Als ik met een lange sik rondloop op de club en dat naar buiten toe ook uitdraag voor de camera's, dan heeft dat zijn weervloed of zijn weerslag op alles en iedereen bij deze club. Ja. Dat is duidelijk te zien. Toen Haken daar zat, was het veel killer. Het is nu gewoon weer echt die volksclub. En dat doet Henk natuurlijk heel goed. Die weet dat heel goed te managen. Ja, het is gewoon weer gezellig daar. Maar het maakt het werken voor jou toch ook aangenamer? Ja, dan dat je elke dag daar in een sfeer moet werken waarin niemand lacht. Nee, maar dat er niemand lacht is niet zo. En ik vind het ook wel... Ik vind die discussies ook wel leuk hoor. Maar laten we het ook even inhoudelijk hebben. Als je ziet van Haken, hij mag er misschien niet zoveel lachen. Maar met Utrecht doet hij het hartstikke goed. Ja, doet het goed. Volgens mij is wel gewoon een goede oefenmeester in ieder geval. Want hij staat met Utrecht vierde. Ik vind, knap. Ik vind Utrecht ook gewoon... Ik vind het een prachtige club. Gewoon het heerlijke. Er gebeurt altijd wat. Ze hebben natuurlijk een kleurrijke voorzitter. En dat scheelt natuurlijk ook. Hè, waardoor er een hoop opwinding is in de Galgenwaard. En... de ene wedstrijd is het niks. En de andere wedstrijd, spelen ze de sterren van de hemel. Ik denk wel dat het zondag, hè, als die wedstrijd doorgaat, dat kan weer wel in het nadeel is. Zonder publiek. Mm-hmm. Want dit soort ploegen, daar moet je eigenlijk die 12e man wel op de tribune hebben. Want die zorgen voor zoveel energie. En dat merk je altijd, die thuiswedstrijden, elke ploeg heeft het moeilijk. En nu, zonder publiek, is dat toch anders. Mm-hmm. Dus ik denk dat de uitstel ook beter is. Nou, voor Cambuur sowieso. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat geldt voor Heerenveen ook. Die moeten dan tegen Willem II. Nou, ik heb de recente resultaten van Willem II bijgepakt. En dan denk je toch van, thuis gelijk tegen Fortuna 1-1. Vervolgens voor de beker verloren bij RKC 3-0. Verloren bij Utrecht met 5-1. En Sparta? Voorbij speelronde met 0-3 thuis verloren van Sparta. En Willem II was het seizoen wel goed begonnen.
Ja, die twee was het seizoen goed begonnen. Klopt, ja. Maar daar is de klatte dus kennelijk nu flink ingekomen. Ja. Nou ja, en Heerenveen moet eigenlijk die wedstrijd ook winnen om een beetje een einde te maken aan die negatieve reeks van de laatste weken. Maar zou je dan niet denken van deze wedstrijd kun je misschien beter wel gewoon spelen? Want zij zijn niet in vorm. Ja, dus je kunt ze nu pakken. Als zij in de winter stoppen, over 4-5 weken wel weer te pakken hebben. Ja, dan kan het zomaar weer anders zijn. Ja, dus dat is... Ik vind Heerenveen ook niet in vorm. Nee. Dat is waar. Maar die zijn wel stabiel. Ik weet niet wat verstandig is. Misschien dat Heerenveen stabiel niet in vorm bedoel je. tegen NEC en tegen AFC voor de beker was het beide keren... AFC was erg slecht en ik vond NEC slecht. Alleen in die wedstrijden die ze verloren... Ja, oké, toen verdedigden ze wel goed. Toen zag je wel gewoon een zekere spirit in het elftal zitten. Mm-hmm. Tegen Utrecht en Ajax en Vitesse. Maar nu gaat het erom. Tegen de ploegen van minder kaliber kun je dan gewoon ook een leuke wedstrijd ervan maken. Met ingesleten spelpatronen, met mooie aanvallen, met goed combinatiespel. Ja, dan is Willem II wat dat betreft wel een belangrijke graadmeter. Wat hebben Heerenveen en Cambuur de afgelopen dagen eigenlijk gedaan? Ik heb gelezen dat Cambuur tegen Dortmund heeft gespeeld. Ja, dat was vorige week. Vorige week, Dortmund onder 23. Ja. Er zaten wel een paar jongens... die ook tegen Ajax speelde. Miljonairs las ik in een quote van Henk Een man van 30 miljoen. Ja. Dat is iets meer dan wat ze bij Cambuur verdienen. En gewonnen, hè? Ja, ze hebben 1-0 gewonnen. Ja. Doelpuntje van Michael Breij. En in het weekend hebben ze vrij gehad. Ze hadden in principe drie dagen vrij. Dan zouden ze... het is nu maandag. Ja, dan zouden ze vanmiddag weer beginnen. Okay. Maar Henk had met Erik Schouten afgesproken, de aanvoerder... Als we winnen van Zwolle, maar dat mag je niet tegen de spelers zeggen. Als we winnen van Zwolle, dan krijgen ze een halve dag extra. Dan heb je 4 dagen, hè? Vrijdag, zaterdag, zondag en hele maandag. Dus na Zwolle, die hadden ze gewonnen met 2-1. Melden ze in de kleedkamer even van jongens, we hebben een halve dag extra. Ja. Dus ze gingen gejuichen op. Oh ja? Dus die hebben mooi. 4 dagen even vrij en dan pakken ze het morgen weer op. Ze hebben een mooie tijd gehad om Sinterklaas binnen te halen. Ja, dat dan weer wel. Hè, dat is dan wel weer mooi. Ja. Even de hele middag in het centrum van het dorp staan of in de stad. Heb jij ook gedaan, toch? Ik wel. Ik ben dol op. Ik hou al jaren van die man. Ja? Ja, ik ben een grote fan van Sinterklaas. Ja, hij kan niet vaak genoeg in het land zijn. Heerenveen heeft ook geoefend, hè? Ja, afgelopen Osnabrück. Osnabrück. De derde Bundesliga. Bundesliga. Nou, vertel eens, Sander, hoe liep het af? Daar zit Dortmund onder 23 ook in, dacht ik. Ja? Oké. Okay. Ja, die spelen op het derde niveau, dus... Ja, Heerenveen had verloren met 2-1. Stond bij rust met 2-0 achter. Ibrahim Drezovic scoorde in de tweede helft nog een aansluitingstreffer. Ja, Heerenveen speelde ook met een, laten we zeggen, ernstig verzwakt team. Ik begreep ook dat Osnabrück het voor hen gold hetzelfde. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de opstelling van Osnabrück niet echt paraat van de voorbije speelrondes. Maar bij Heerenveen stonden er heel wat jonge jongens ook in. En de internationals ontbraken. Sven van Beken, Arie van der Heijden, Henk Veerman waren er niet bij. Dus dit zijn echt van die wedstrijden. Dan kun je gewoon andere jongens aan het werk zien die normaal de kans niet krijgen. En zo'n uitslag zegt me dan ook niet zoveel. Dat is bij Cambuur niet anders. Hè? Bij Cambuur speelden 3 uit de basis. Ja. Internationals waren weg. En ze gebruiken het ook om te experimenteren. Bij Cambuur zijn ze bezig om Sam Hendricks om te turnen tot aanvallende middenvelder. Okay. Oh ja? Hendricks is natuurlijk een beetje op een zijspoor, kun je bijna wel zeggen. Er is, met de komst van Ulrik is hij derde spits geworden. Ja. Dus weinig vooruitzicht op speelminuten. Nu zijn ze bezig om te zien of hij van achter de spitsen aanvallende middenvelder. En het schijnt hij, ik heb de wedstrijd zelf niet gezien, maar hij schijnt daar goed bezig te zijn. Dus dat zou Cambuur straks op het middenveld weer een extra aanvallende schakel kunnen geven. Op een of andere manier is Ulrik in zeer korte tijd onomstreden geworden. Hè? Het is, hij is echt de eerste spits. We hebben het ook niet meer... Nou ja, kijk, dat is wel een beetje wat Henk de Jong ook doet. Ze hebben nu 2 keer achter elkaar gewonnen. 2 keer met Ulrik in de spits. Ja, dan gaat hij dat elftal niet gelijk wijzigen. Ulrikjes is nog niet de veelscorende spits. Dus, maar dat was Boeren ook niet. Dus ik denk dat deze reus uit Letland nu een paar wedstrijden de kans krijgt.
En ja, hij is wel balvast en ja. Er gebeurt wel wat met deze jongen. Ja, en je hebt ook een invaller met een Tom Boeren die ook gewoon met krachten smijt, weet je wel. Dus als die Ulrik is na, laten we zeggen, 60 tot 70 minuten moe gestreden het veld verlaat, dan heb je wel een jongen die ook met power erin komt en die verdediging kan ontregelen, weet je wel. Dus, leuk jongens dat we het einde van de podcast toch weer gewoon heerlijk over inhoudelijke voetbalzaken hebben. Alleen, ja, dat doen niet anders, toch? Maar de tijd zit erop. Dus fijne voetbalweek, hè, jullie. Dit was Coco Dankjewel. Radio. Abonneer je via Spotify en iTunes en je krijgt altijd de nieuwste aflevering in jouw feed.